Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag gaan we eventjes iets anders doen dan normaal gesproken. Want heel vaak spelen wij natuurlijk gewoon een Mindtopia of natuurlijk een Planetcraft. Maar vandaag ga ik even iets anders doen. En dat is namelijk, ik ga vandaag op 1.14 spelen. Zoals jullie kunnen zien, de Golden Eagle Craft server is al op 1.14 te joinen. Er zijn ook heel veel servers die zijn nog niet te joinen. Zoals bijvoorbeeld de DDG-server nog niet. Even kijken, Hypixel nog niet. The Hive nog niet. Mineplex nog niet. Eigenlijk, laten we zo maar zeggen, eigenlijk alleen CubeCraft en mijn server die in mijn lijst staan op dit moment, kunnen gewoon worden gejoind met 1.14. Laten wij vandaag gewoon lekker op CubeCraft even gaan spelen dan. Want ik wil vandaag een 1.14 aflevering gaan doen. Want ik ben iemand die altijd ervan is de nieuwste versie. Dan moet ik ook de nieuwste versie spelen. Ik vind het heel jammer ook bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld op de DDG-server niet alle game modes op de laatste versies draaien. Terwijl met bepaalde systemen kun je er eigenlijk wel voor zorgen dat dat kan. Want zelfs onze server is ook al 1.14. En hoe awesome is dat? Oké, ik moet wel toegeven, we hebben nog zelf ook niet de 1.14 blokken, maar dat gaat binnenkort ook komen. Wij gaan vandaag spelen. Wat is, weet ik veel wat het allemaal is. Wat is leuk om te spelen? Zullen we gewoon lekker een potje Skywars gaan spelen? Ik speel echt helemaal nooit eigenlijk op CubeCraft. Ik wil gewoon een potje solo Skywars. En ik weet heel erg goed dat ik hier heel erg slecht in ben. Maar ik wil gewoon heel graag weten van hoe en wat allemaal. Chest items, overpowered, project titles, weet ik veel. Softy blocks, ja, dat is ook wel leuk. Time, even kijken. Night, oké. Nou, ik heb van alles nog wat gevoot. Ik weet totaal niet meer wat we precies gaan doen. In ieder geval, we gaan Skywars spelen in 3, 2, 1 en let's go. Oké, ik ben heel benieuwd. Als jullie trouwens vaker op de nieuwste versies video's willen zien, laat het gewoon even weten in een reactie onder deze video. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ik heb al een leuk pakje aan. Ik heb hier een Diamond X waar ik waarschijnlijk helemaal niks mee kan. Volgens mij heb ik nu gewoon full armor. Daar ben ik wel heel erg blij mee. We hebben hier ook een mooie Power 2 boog. Altijd leuk. Altijd leuk. En we hebben hier natuurlijk wel wat... Nou, ik heb... Oké, daar gaan we. Let's go. Eens even kijken. Daar zit niemand zo te zien. Of zit er nog wel iemand? Ik weet niet wat een Spectral Arrow is, joh. Wat doet de Spectral Arrow? Ik weet het niet. Hallo, blijf stilstaan. Oh, wat? Die pijl kwam terug. Oké. Ik moet eerlijk toegeven, 1.14. Wat? Waarom komen deze pijlen terug? Ik snap hier maar niks van. Alle pijlen komen gewoon terug. En als ik die kan schiet, alle pijlen komen gewoon terug. Maar waarom komen al die pijlen terug? Hey, kijk, wat? De pijl komt van de ene kant terug en van de andere kant ook weer niet. En ja, ik heb gewoon een kill. Nice, nice, nice. We did it. We got a kill. Oké, volgende. Hij staat daar helemaal stil. Die was raak. Die is ook raak. Oh, dan kan ik hem de hele tijd zien met de Spectral Arrow. Oh, dat is chill. Oké, nice. Oké, weer iets uitgevonden. Laten wij alvast even een klein stukje naar het midden toe gaan. Want hij is daar nu aan het campen, I think so. Let's build a wall. Altijd verstandig natuurlijk. Anders gaan ze mij misschien dadelijk wel neermaaien. Oeh. Wat? Check dit schild gewoon even, joh. Je hebt hier gewoon allerlei soorten schilden in 1.14. Hoe vet is dit? Of misschien was dat al, weet ik toch niet. Bow Power 2. Dat hebben we niet meer nodig, want dat hebben we al. Voor bouwblokjes altijd welkom. Shamus 2 zwaardje. Die is wel leuk, I think so. Laten we dit gewoon even zo pakken. Let's go, pijltjes. Ja, we kijken zo meteen wel even of dit wel of niet beter was. Want ik heb er echt totaal geen verstand van. Protectie 3. Wat heb ik hier? Oh, kijk. Protectie 3, protectie 3. Ja, dat had ik dus eigenlijk al allemaal. Dus daar hebben we echt helemaal niks aan. En jullie denken allemaal van gold. Je bent echt super slecht in PvP. Ja, dat ben ik ook. Oh joh, we hebben nog meer van die rare... Zo! Zo! Oké. The battle has got a wheel. Dat doen we niet. Dat doen we niet. Nee. Oh, ik heb een kill. What? Oké. Het blijkt dus dat waarschijnlijk... dat ik het... toch wel een klein beetje kan. Auw. Er komt dan denk ik 10-10. Oké, go. PvP'en. Go. Let's go. Let's do this. Maar waar is hij? Ah, daar. Oeh. Ga ik dit winnen? Nee joh, dit kan ik toch nooit winnen. Als ik dit ga winnen, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben heel slecht in PvP, dus ik kan het niet winnen. Kom op, go. Hallo? Nee,
Nee! Wie heeft dat ding gewonnen, denk hij? Oh, hij was ook bijna dood. Mijn bow accuracy was 28. Je bent de tweede plaats. Gamelengte 3 minuten 30 seconden. En maar liefst 2 kills. Oké, awesome. I love it. We gaan nog een potje spelen. Ik ben heel enthousiast. Ik vind het leuk om te spelen. En ik denk dat we maar eens vaker minigames moeten gaan spelen. Want dan ben ik veel enthousiaster weer. Maar dat komt natuurlijk omdat dat ook gewoon weer wat... weet ik veel. Het is leuk om te spelen. Dus laten we dat gewoon vaker gaan spelen. We gaan gewoon weer opnieuw. Een potje Skywars. Let's go. Solo. En ik ben benieuwd hoe dit potje gaat. We gaan het vanzelf wel zien. Ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. En willen jullie vaker dit soort dingen zien? Laat het gewoon even weten in een reactie onder deze video. Welke minigames jullie graag willen zien. Want ik ga natuurlijk een beetje al wat ik heb gezegd veranderen met mijn kanaal. En daar hoort dus ook gewoon bij dat wij ook gewoon andere... gameplay gaan uploaden. En onder andere vind ik dit wel een hele goeie om te doen. En eigenlijk, ik was ook helemaal niet zo slecht, want we kwamen eigenlijk nog wel best wel ver, eerlijk gezegd. En daar ben ik super blij mee dat we zo ver kwamen. Oké, nou, we hebben in ieder geval alvast een pakkie. Sneller onder. Ik heb... Oké, heb ik een pakkie compleet? Laat het hopen. Compleet pakkie? Ja, oké, we hebben een compleet pakkie. We hebben een Power 2 bouw alweer. Oh, ik vind op CubeCaps echt serieus de... PvP echt veel beter geworden. Ik vond het echt eerst totaal niks of zo. Ik weet het niet. Ik had echt helemaal niks met deze server. Maar ik vind het nu in één keer super awesome geworden. Oké, even kijken. Daar staat iemand. Ik heb bouwblokken. Laten we gewoon gaan bouwen. Heb ik nog tijd? Ik heb tijd. Hey, dit vind ik leuk. Hallo! Gezellig dat ik... Vinden jullie goed dat ik mee kom doen? Ja, toch? Hey, ga dood! Waarom ga de... ga dood! Ga dood! Oh, dat was misschien niet zo'n handig idee. Had ik iemand gekilled? Ik had helemaal geen kill. Oh, play again. Oké, let's go. Automode. En play again. Daar gaan we. Dus elke keer als we dood gaan, dan kom ik gewoon automatisch in het potje te zitten. Dat is ook wel tof. Ik ga echt sowieso vaak op CubeCraft Skywars spelen. Ik vind het echt wel leuk om te doen. Binnenkort ook wel weer zeker Egg Wars gaan spelen. En als jullie andere voorkeuren hebben, let me know it. Zit er nu al serieus iemand mij te bekogelen? Wie was hier op mij aan het schieten? Gek. Ik weet niet wie hier in één keer op mij begon te schieten. Maar ik vind het niet zo aardig dat je op mij schoot, meneer. Hi. Hallo. Hier zo. Even kijken. Wat moet ik nou gaan doen? Ik moet eigenlijk... Ja. Zo. Hij ziet me niet. Dit is leuk. Nee. Hij heeft me gezien. Ah, nee. Zonde. Ik dacht, hij ziet me niet. Hij zag me dus wel. Ah, dit is zonde. Oh, die was mooi. Huh. Ik ben er niet. Je kunt me lekker niet raken. Ja, kom maar halen, zou ik zeggen. Oké, ben benieuwd. Wat gaat hij doen? Ziet hij me nu wel of ziet hij me nu niet? Ik twijfel. Okay, there we go. Heen, 2, 3. Wauw. Camper. Oké, let's go. Hij is me nu natuurlijk kwijt, hè? Hij weet niet waar ik ben, dat is het leuke. Maar hij is hier omhoog aan het bouwen. Hallo meneer hierboven, alles oké? Vast en zeker wel. Nou, we gaan wel naar een ander eiland toe, want hij is hier een beetje aan het campen. Oké. Dat is niet slim als je nu achter mij aankomt. Doei! Haha! Let's go! We hebben in ieder geval weer 2 kills te pakken. Oh, dat gaat lekker, joh. Oh, ik vind het echt leuk geworden, Minecraft PvP'en. Ik vond het echt nooit leuk, maar... Oh, ik ben hiervan aan het genieten nu. Ik hoop ook dat jullie aan het genieten zijn van deze video, want ik vind het echt super tof. Dit is denk ik beter, weet ik veel. Ik heb echt totaal geen... Waarom heb ik steeds geen boog? Ik heb een boog nodig.
Ah joh, kijk, weet je wat wel leuk is? Laat ze maar lekker pijlen boog schieten. Ik doe gewoon zo. Hallo, how are you doing today? Maar waarom krijg ik geen dingen? Ik heb een bow nodig. Oh, die had ik ook al. Wat moeten we nu gaan doen? Ik ben aan het twijfelen. Heel snel dan. Hi. Hij zit ook te twijfelen wat hij wilt. Oh, kijk hier, joh, wat voor... stuffen in één keer hebben. Oké, dit is al wat beter. Die aan. Oké. En die voor die. Dat was die kist. Oh, ik heb hier heel veel kisten. We hebben nu ook een bow. Dus we kunnen een boog schieten. Dat is ook nice. Maar ik moet een beetje gaan opletten. Maar voordat je het weet, zijn er ook bij mij. Een boog zetten we dan hiernaast. Huh? 1, 2, zo! Zijn die aan het team of zo? Nee! Oh, weer derde geworden. Weet je wat, we gaan nog één potje doen om het af te leren. En dan vind ik het weer mooi geweest voor vandaag. Oh, dit was zo vuil. Net alsof ze aan het teamen waren of zo. Want die andere die stond erbij en die keken naar. En die andere kwam er in één keer aan. En toen was het, hey, Gold, die moet weer gaan. Beetje jammer. Oké, ik weet er echt totaal niet wat voor potje we dikker weer zitten. Weer een heel random potje. Weer allemaal nieuwe dingetjes en zo. En dat gaat helemaal goed komen. Ik heb er weer heel veel zin in. Even kijken, let's go. En dan doen we deze aan. En zo even snel naar onder. Hebben we dit al? Ja, die kist hebben we al. Oeh. Diamond armor is altijd tof. En dan zetten we deze daar neer. Eten hier neer. Schild in de handen. Let's go. Zo. Wat heeft hij gedaan? Oké. Zullen we naar zijn eiland toe? Ja joh, we gaan naar zijn eiland. Oeh, dit wordt heel spannend. En dit allemaal natuurlijk op Minecraft 1.14. En ik vind het echt super nice, 1.14 Minecraft. Want je hebt er ook allemaal nieuwe blokken in en zo. En ja, ik vind het altijd super tof als een game actueel is. Zo. Ja, hij heeft een diamond sword, gek. Valspeler. Ah. Ja, het laatste potje was echt super slecht. Jammer genoeg. Hoe kan ik... Oh, je kunt hem niet stellen op cancel klikken of zo. Slash hub. Dat kan wel. Ha, let's go. Mooi. Nou, dan zijn we terug aangekomen bij de hub. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat eventjes weten wat jullie ervan vinden dat ik zo'n iemand ben die altijd zegt van... speel gewoon op de laatste versie. In ieder geval, ik vind het altijd het leukste als je op de laatste versie speelt. Ja, iedereen heeft er natuurlijk zijn eigen mening over. En dat is mijn mening. En ik ben ook wel heel benieuwd op welke versie jullie het liefste spelen. Ik denk zelf dat een... meeste 1.18 gaan zeggen. Maar toch, voor mij blijft het eigenlijk altijd 1.14. Oftewel, dadelijk ook als 1.15 uitkomt, 1.15. Onze eigen server gaat naar 1.14 binnenkort. Het gaat nog heel eventjes duren. Je kunt al op 1.14 de server joinen. En ik vond het zelf, toen ik het vandaag testte, het werkte supergoed. Ik ben er super blij mee. En ja, dus als jullie op 1.14 willen spelen op mijn server, het kan. Gewoon op alle Minecraft-versies kun je spelen erop. Dat is ook sowieso awesome. Ik heb een diamond shield gevonden. Ja, even wat cubits openen. Altijd leuk. Zo, en dan hebben jullie ook weer geluk. Want dan duurt de video nog ietsiepietsie langer natuurlijk. En nog 2 cubits te gaan. Ik heb een tv-hoofd gekregen. Oh, cool, awesome. Zo, ik ben trouwens level 21, zie ik. Wat is jullie level op CubeCraft? En willen jullie trouwens dat ik vaak op CubeCraft, ga uploaden? Zo, ik kom vandaag niet meer uit mijn woorden, jongens. Nou ja, in ieder geval een chestnut. Oké, nice. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie genoten. En check ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.